Hallo iedereen, mijn naam is De Crest en welkom bij een nieuwe aflevering. Ja, deze keer is het niet echt een gaming aflevering, maar is het iets meer voogachtiger dan normaal. Wel, wat gaan we doen deze keer? Ja, zoals je de titel al hebt gezien, gaat het over mijn gaming setup van nu. Mijn oude gaming setup moet ik afbreken en ga ik verplaatsen naar mijn nieuwe kamer. Ben je benieuwd hoe dat ik dat ga doen en welke zaken dat ik daarvoor ga gebruiken? Wel, wacht dan nog eventjes, want dat kan je nu zien in deze video. Oké, dit is dus mijn oude setup die hier staat in mijn living. Het is de bedoeling dat ik deze setup eigenlijk ga afbreken en in mijn nieuwe kamer ga zetten waar deze moet komen. Wat ik wel sowieso graag beter zou willen doen, is het kabelmanagement. Want zoals het er nu uitziet, ja, dit mag niet meer gebeuren in de toekomst. Alle kabels lopen gewoon kriskras doorheen. En als ik er uiteindelijk eentje van tussen moet halen, moet ik alles eigenlijk altijd beginnen te ontwarren. Ja, ik heb eigenlijk deze tafel in de tijd gekozen voor op mijn appartement. Maar toen ik ben verhuisd naar mijn huis, ja, de manier waarop dat dit eigenlijk is, is toch niet zo ideaal. Het is eigenlijk in een kromming en ja, het is ver van ideaal eigenlijk. Dus ik heb nu een lange tafel gekozen. Laten we eens eventjes kijken naar het nieuwe lokaal. Oké, mijn tafel is zojuist geleverd. Hier gaat mijn gaming setup volledig worden opgebouwd. Ik heb hier nog wat extra dozen staan voor mounts om die uiteindelijk hier op te zetten. Dus dat moeten we eigenlijk allemaal er nog op monteren. Kabelmanagement kunnen we deze keer gewoon heel proper wegwerken in die balk die daar van onder gewoon ophangt. Dus dat gaan we heel makkelijk kunnen doen. Nu moeten we alleen nog zien dat we deze zaken daar kunnen ophangen. Laten we starten. Oké, het eerste dat we gaan installeren is de flat screen desk mount. Laten we zien wat daar insteekt. Dat zijn met VESA mounts. Ik heb ook al mijn schermen met VESA mounts, dus dat komt wel goed. Het is voor 3 schermen, dus mijn middelscherm zal een 28 inch worden en die twee langste zijkant zullen 24 inch worden. Oké, laten we dit installeren. Oké, de armen zijn nu geïnstalleerd. Nu moeten we alleen nog de schermen eraan hangen. Oké, nu het voetje mag eraf. Dan gaan we dit scherm voorbereiden. Door hier een aantal vijsjes in te steken, zodat we dat kunnen vasthangen aan deze VESA-mount. Voilà, dat scherm hangt al omhoog, nu de twee andere nog. Oké, al de 3 schermen hangen er nu ook volledig op. We zijn ook ineens bezig met het kabelmanagement. Zoals je hier ziet, hebben we dat langs de achterkant gewoon heel mooi weggewerkt. En dan komen we eigenlijk hier alles samen. En dan gaan we dat uiteindelijk hier in de toekomst gewoon onderbrengen. Dat is uiteindelijk de bedoeling. Maar eerst moeten we alle andere randapparatuur op zijn plaats krijgen. Oké, ik ben eigenlijk op een probleem gestoten. Ik heb blijkbaar een aantal kabels die te kort zijn. En die geraken niet helemaal tot aan de PC. Dus ik moet op een of andere manier aan een verlengstuk of langere kabels zien aan te geraken. Ik denk dat ik voor de USB gewoon een verlengstuk ga nemen, USB 3.0. Maar voor de DisplayPort en de HDMI-kabels ga ik geen verlengstukken nemen, want dat gaat zeer slecht worden in de kwaliteit. Daarvoor ga ik gewoon langere kabels bestellen. Oké, en de kabels zijn zo net toegekomen. Laten we deze ook even installeren. Oké, en mijn setup ombouwen is volledig gelukt. Dit is het volledige eindresultaat, zoals je wel kan zien. We hebben de verlichting tegen de muur laten schijnen, zodat die helemaal terug schijnt op mijn gezicht, zodat jullie mij heel goed kunnen zien. En mijn 3-scherm setup is naar mijn mening best wel heel goed gelukt. Ik probeer mijn kabels dus zo heel wat mooi mogelijk weg te werken. Daar helemaal van achteren. En dat is ook heel mooi gelukt. Ik heb de kabels ook lang genoeg gelaten. Waarom? Ja, dit is niet alleen een zittafel, maar is dus ook een staattafel. En dan kunnen wij hier gewoon staan en op deze manier opnemen. Met
die camera daarboven. Is ook heel plezant om eens af te wisselen tussen zitten en staan. Dus dat ga ik zeker en vast heel goed kunnen gebruiken. Want ik ben een persoon die liever staat dan dat hij zit. Dus ja, waarom ook niet. Kabelmanagement is om deze reden nog altijd heel mooi weggewerkt. Ja, deze twee laatste kabels die zijn eigenlijk apart voor de PlayStation en voeding. Dus die ga ik niet bijwikkelen omdat dat voor aparte zaken zijn. Mijn ethernetkabels komen weliswaar hier van bovenuit. Dus ik had geen andere keuze dan lange kabels naar beneden te brengen. Maar ik heb de overschot van die kabels in een kabelbox beneden gestoken. Zodat eigenlijk de overschot van die kabels hier allemaal schoon in zitten weggewerkt. Zoals je hier kan zien. Ik heb zelf nog een extra ethernetkabel voor later uitbreiding van een ander toestel te kunnen gebruiken. Ja, ik heb hier dus eigenlijk nog een aantal extra apparaatjes ophangen. Ik heb hier een rode mount gebruikt waar mijn microfoon gewoon ophangt. Vroeger had die ik eigenlijk van onder hangen, maar die zat dikwijls in de weg om mijn toetsenbord te kunnen zien. Nu dat hier eigenlijk net boven mij hangt, helemaal uit de weg omdat ik hier zit, stoort het mij ook niet van het in de weg van het scherm te zitten als ook in de weg van het toetsenbord te zitten. Dat is wel best heel ideaal. Anderzijds, mijn PlayStation 4 staat daar. Helemaal schoon weggewerkt. Is ook helemaal aangekoppeld aan de schermen en aan de computer zelf voor op te nemen. Goed, en dan heb ik hier ook nog iets nieuws. Alleszins voor mij nieuw. Ik heb het nog nooit eerder gehad. Dit is een greenscreen, zoals je wel kan zien. Maar deze is heel speciaal. Deze kunnen we dus eigenlijk naar boven trekken. Laten we eens even doen. En die blijft gewoon heel gemakkelijk staan. Dus dat is een systeem dat je hier van achter kan zien. Ja, dat trekt zijn eigen gewoon binnenin en is ook heel gemakkelijk op te bergen. Het is niet een van de lichtste systemen, maar ja, het is wel heel mobiel en daar hou ik wel van. Dus het is een Elgato Gaming Greenscreen en ja, ik vind het wel heel makkelijk in gebruik. Tja, waarom heb ik dit nu gekocht? Ja, ik zou heel graag mijn beeldkwaliteit wat willen verbeteren. En dat kan ik op deze manier doen. Dan kan ik de achtergrond er ook heel gemakkelijk uitfilteren met een filter. Maar dan moet ik nog eens zien hoe dat ik dat allemaal ga oplossen in de toekomst. Alleszins, in dit lokaal heb ik wel één groot nadeel. Er is hier, zoals je wel hoort, een enorme galming in het lokaaltje zelf. Alles wat ik zeg, hoor ik ja, een tweede keer terugkomen. Dus daar ga ik nog een oplossing ergens moeten voorzien. Ja, het zijn allemaal nog kale muren. Alles is net geschilderd, alles is vlak en ja, ik hoor mezelf dus twee keer spreken en ja, als ik dat hoor, dan horen jullie dat ook. Dus dan moet ik nog zien hoe dat ik dit ga oplossen. Misschien is er ook nog een audiofilter dat ik kan toepassen. Oftewel moet ik hier in het lokaal zelf nog een paar aanpassingen doen om dit mogelijk te maken. Alleszins, bedankt dat je erbij was. Dit is dus mijn nieuwe gaming setup waar ik een tijdje naartoe heb moeten werken, maar het is me uiteindelijk gelukt. Ik ben enorm fier op. Enorm fier op deze mooie tafel. Ik ben heel trots op deze zittafel, maar voornamelijk trots op mijn kabelmanagement. Ik ga dat in de toekomst ook proberen aan te houden, zodat er geen kabels alle kanten op hangen. Zoals je wel had voorheen gezien in het begin van deze video, had ik kabels overal hangen. Als ik er dan één kabel van tussen moest halen, was dit altijd de rest te ontwarren. Dus dat is niet meer het geval. Dus ik wil jullie graag bedanken dat je erbij was bij deze video. Ja, dit is mijn nieuwe gaming setup. Je zal uiteraard nog een aantal oude video's zien, want ik heb er altijd wel een aantal in reserve staan. Dus die ga je eerst zien en dan systematisch ga je hier en daar een paar video's tegenkomen waar ik deze setup uiteindelijk gebruik. Vond je deze video leuk? Vergeet niet die like-button een smash te geven. En wil je meer zien over dit kanaal of andere video's die op dit kanaal gaan bijkomen? Ja, vergeet zeker en vast niet je te abonneren. En ik zie jullie in een van de volgende video's. To Crest, gaat nu door.